Ik dacht van, nou, been gebroken of wat dan ook. Niet zo ernstig als het achteraf bleek te zijn. Maar ik had al meteen het gevoel van dat ik mijn kind kwijt zou zijn. Je leert accepteren dat het gebeurd is. En dat kan eigenlijk alleen maar door de steun die we elkaar geven. De doden zijn pas echt dood als je ze vergeten bent. Vijf jaar geleden, 5:30, 12 november, werd er aan de deur gebeld. Geen Lars, maar twee politieagenten. Op dat moment dacht ik, wat heeft hij uitgevreten? Anita kwam ondertussen al naar beneden en toen kregen we de melding van dat er een ernstig ongeluk gebeurd is met Lars en of we mee wilden naar het ziekenhuis. En bij mij is kwartje toen nog helemaal niet gevallen en wat er aan de hand zou kunnen zijn. Ik dacht van, nou, been gebroken of wat dan ook. Niet zo ernstig als het achteraf bleek te zijn. Maar ik had al meteen het gevoel van dat ik mijn kind kwijt zou zijn. De hele weg in de auto steeds gedacht, laat het alsjeblieft een gebroken been zijn. Ik ben daar mijn kind kwijt. Dat vond ik een hele nare gedachte. Lars die was heel druk bij de vereniging. Dat betekent dat iedereen hem wel kent. En los van dat hij zo actief was, ik denk dat het woord sympathiek en betrokken dat belangrijke woorden voor hem zijn. En dat merk je als bijna elke dag bij de vereniging. Dat is echt een jongen die het beste naar je boven haalde. Dus altijd, ook als het even wat minder was, dan gewoon, ja, hoe zeg je dat, een lach op je gezicht en verder gaan. Altijd een luisterend oor. En het was ook wel een beetje de voorman van de groep, zeg maar. Het was wel, als Lars een leuk idee had, dan deed het ook met z'n allen. Ja, als je het maximaal uit je avond wil halen, dan moest hij er echt wel bij zijn. Dat merkte hij meteen als hij er niet was. Een drukbol, een levensgenieter. Tot op het gekke toe. Toch nog even die stap extra doen als je zei van ik vind dit leuk of ik hou daarvan. Dan onthield hij dat en dan deed hij daar wat mee of dan verraste hij ermee. Ook had ik dat niet altijd terug kunnen zeggen dat hij mijn beste vriend was. Ik denk dat hij het wel wist. Elke ochtend van 12 november op het tijdstip van het ongeluk staan wij bij de boom. Dat is eigenlijk bij mij begonnen. Ik had de allereerste keer, dus nadat het een jaar geleden was, had ik de drang om 5:30 ochtends daar te staan. Dat heb ik tegen Leon verteld en tegen Tessa verteld. En die zei van, oh, maar dan willen wij er ook graag bij zijn. En toen zeiden zijn vrienden van, ja, maar dan willen wij eigenlijk ook heel graag daarbij zijn. En eigenlijk is het zo gegroeid. Daarna doen we het eigenlijk ieder jaar. De jongens nemen een kratje gols mee, echte beugels. En dan op het tijdstip staan ze in een kring en dan wordt op hetzelfde moment, dan plop, gaan al die beugels open. En ik vind dat best, ja, ik vind dat echt een heel mooi moment. Ja, dan praten ze over allerlei dingen. Ik praat vaak met Thomas nog even over het typische dingetje van Lars. Nou, ieder jaar komt er weer wat boven, wat ik nog niet wist. Het monument, de plek, de boom, is een houvast. Dus helemaal in het begin een plek waar je naartoe kan. Waar Lars nog is, om het maar even zo te zeggen. Een monumentje voor ons, voor mij, is een rustpunt. Op het moment dat je het denkt nodig te hebben, dan kan je daar naartoe gaan. Wij zijn niet gelovig, maar dan praat ik zelfs met hem. En dat geeft je gewoon rust. Ja, in het begin was er naast verdriet ook een zekere zin van woede natuurlijk. Dat is iets, dat kun je ook niet uitzetten. Daar kun je niks, daar kun je helemaal niks mee anders dan het voelen. Hetzelfde in die zin als het verdriet. Je bent boos op wat er gebeurd is, op hoe het gebeurd is, op waarom het gebeurd is. Kun je er iets aan doen? Nee. Je leert accepteren dat het gebeurd is. En dat kan eigenlijk alleen maar door de steun die we elkaar geven. Je moet even stilstaan bij wat er is gebeurd. En ja, zoals een vriend van mij vroeger had, zei van de doden zijn pas echt dood als je ze vergeten bent. Ik zat met Lars samen 's avonds op de bank en hij vertelde dat hij die avond nog weg zou gaan. Er was een feestje in Goessen en daar gingen ze met een hele club naartoe. Dus hij ging met de fiets, dus met de hele club met de fiets naar Duiven en ook weer terug. Dat was de bedoeling.
En toen zei ik van, Lars, zeg, ga eens mee naar de afterparty. Hij zegt van, ja, ik weet niet, misschien er is gros. Hij zegt, ja, oké, kom maar eventjes mee dan. Voor het wist was het kwart voor vijf uur. En ik weet nog dat Lars zei, oh, ik ga daar even naartoe. Maar misschien zie ik jou vanavond nog. Dus het laatste wat wij ook tegen elkaar hebben gezegd was, tot straks. Het krijgt een hele andere betekenis, maar toch vind ik het... het laatste om tegen iemand te zeggen, tot straks, vind ik iets juist wel moois. Je gaat er gewoon vanuit dat het leven doorgaat. En normaal gesproken altijd als we een duiven wat gingen drinken, dan sliep hij altijd bij mij thuis. En dan pakt hij de volgende ochtend weer de auto om terug naar huis te kunnen. Maar omdat we allebei vroeg moesten voetballen, hebben we nu één keertje niet gedaan. En toen las ik een krantenbericht in de Gelderlander, kreeg ik doorgestuurd van een vriendin. 20-jarige man aangereden op de Ploenstraat. En toen zat hij van, het zal wel niet. Ondanks dat je, als je nadenkt van, oké, hij moet langs die weg terug naar huis toe rijden. Je krijgt er wel een naar onderbuikgevoel van, maar je zoekt er niet heel veel achter. En er was niet een lekkere manier om ook aan een wedstrijd te beginnen. En ik had wel gezegd van, ik wil wel in de rust even opnieuw mijn telefoon checken. En toen kreeg ik een berichtje van, hey, ik hoorde van Lars, echt vervelend nieuws, man. Ik zeg heel sterk mee. Ik denk dat we hem ook zo gaan bezoeken. Dit en dat, nog steeds in de voorstelling niks aan de hand was. En ik loop een van mijn laatste gesprekken en toen was het, Lars is dood. En ik geloofde het niet. Dit is ook een gedenkplek voor Lars, eigenlijk net als het monumentje, maar dan een gedenkplek thuis. Het is eigenlijk ook begonnen hier met zijn urn. En toen was er uit de familie iemand die zei, ik wil wel heel graag iets voor jullie maken. En daar staan eigenlijk allemaal dingetjes op die met Lars te maken hebben. Zijn voetbalclub, hij hield van Ajax, gek van Pokémon, hij spaarde aapjes. Hij is volgegrepen bij het beruchte kruispunt. En op het moment dat we binnenkwamen in het ziekenhuis werd ons verteld dat er een hersenoperatie gaande was. En hij is dus volgegrepen en vol op de auto terechtgekomen en behoorlijk ver meegeslingerd. En gelukkig door de, wat wij noemen, de getuigen gereanimeerd, waardoor we hem toch nog inderdaad warm bij ons hebben gehad. En die dader die... Ja, die is daarna gewoon doorgereden. Die heeft hem daar als een zak oud vuil laten liggen. En heeft dons goed geweten wat hij gedaan heeft. Want hij heeft geprobeerd om de auto nog te verstoppen. Het gevoel dat ik heb bij het overlijden van Lars, en zeker ook de reden waarom, is inderdaad een heel stuk van kwaadheid. Van waarom? Waarom alcohol in het verkeer met het gevolg dat een kind, ons kind, gedood is. En... eigenlijk heb ik het ook nog niet echt geaccepteerd. De acceptatie is er nog steeds niet. En dat is... hij is er niet meer, dat weet je. En met je hersenen weet je het. Maar het gevoel is, hij kan niet weg zijn. Ik kan heel goed over de kruising van Giesbeek naar Duiven. Van Duiven naar Giesbeek. En de andere kant op, dus zoals het ongeluk eigenlijk gebeurd is, zoals de dader gereden heeft, dat kan ik nog steeds niet. Daar rijd ik al 5 jaar voor om. We kregen te horen dat er een ongeluk is geweest en toen later bleek dat Lars het was. Nou, en uiteindelijk druppelde geleidelijk het zeer trieste nieuws door. We hebben om 11:30 besloten om alle wedstrijden voor het hele weekend te stoppen of niet door te laten gaan. En niet alleen wij, want in Duiven is ook men gestopt met voetballen. En je gaat wat organiseren en we kwamen op het idee van, nou weet je wat, we gaan morgen vroeg, doen we de kantine open om 11 uur. En dan kijken we of mensen een behoefte hebben om even met elkaar te kletsen en bij elkaar te komen. We hebben een condolenceboek gekocht, een hoekje ingericht. En om 11 uur begon het. Nou, het was zo verschrikkelijk druk. Om 14:45 heeft de laatste de handtekening gezet, dus dat was 3:15. Dus wij doen de deur open en de hele kantine zit stampensvol. En vanaf dat moment dat je binnenkomt,
is er een stilte. De weg wordt vrijgemaakt voor ons. De voorzitter komt naar ons. Kom, we hebben hier achter een tafel. Kan je rustig zitten. En vanaf dat moment is die warme deken over ons heen gekomen. En dat is zoiets moois. En dat is het begin geweest voor het rouwproces voor mij. Dan zie je toch wel dat Giesbeek een grote binding heeft. Dat is niet zozeer dat het daardoor ontstaat, maar daardoor wordt het wel heel erg zichtbaar. De gemeenschap die houdt ons in eigenlijk staande, zeker mij. En het zijn de kleine dingetjes als je bijvoorbeeld in de voetbalkantine staat en je krijgt in één keer een warme hand op je schouder. Dat zegt meer dan 1000 woorden. Als je zoiets intens als vriendengroep meemaakt, ja, dan kan het ook niet anders dat dat alleen maar verbindt. Dat zo. Ja. Dus ja, ondanks dat het iets heel tragisch is, krijg je er ook wel iets heel moois voor terug tegelijkertijd. Ja. Erin blijven hangen heeft geen zin. Dat is iets wat ik wel snel door had. Als je erin blijft hangen, dan kom je niet verder. En dan kan je misschien alleen maar meer wegzakken. En dat is iets wat ik wel heel snel begreep. Ga door en dan komen we ook weer bij Larsen mantra. Het leven. Ga door met leven. Leef. Blijf niet hangen in wat er gebeurd is. Leef zoals het je laatste dag is, dat deed hij elke dag. En niet dat hij roekeloos was, maar meer, wat heeft het voor zin om dingen uit te stellen? Wat heeft het voor zin om stil te zitten? En daarom ben ik ook heel blij dat we in die periode en bij de uitvaart ook dat nummer hebben kunnen laten draaien. Want het was iemand die leefde en echt leefde. Oh,